Het is hardcourt, niet haar favoriete ondergrond. Jaar geleden dacht ze: nou, dat is niks voor mij. Gravel specialisten. en laat die andere ondergronden maar zitten. Ja, toen ineens kwartfinale Wimbledon op gras, en nu eh, kwartfinale vorige week en nu winst op hardcourt van Cincinnati. Eh, dus de vooruitgang die ze heeft gemaakt. En met name de tegenstanders die ze heeft geslagen. Uh, vier top 10 speelsters. Hè. En nu met als kers op de taart de nummer 1 van de wereld. Dus dat is wel heel bijzonder. En zeker ook in de tijd van het seizoen. Aanloop van de US Open. Iedereen probeert te pieken. Ja, en dan wint zij. Nou, ze wordt geplaatst. Uh, hoog. Hè. Dus de eerste rondes uh, mag je verwachten dat ze doorkomt. Uh, met haar status nu. Uh, mag je een beetje verwachten dat ze de tweede week haalt? Vierde ronde, uh, dat zou al een hele mooie prestatie zijn, want dat heeft ze nog nooit gehaald. Ze heeft over het algemeen in New York niet goed gespeeld. Dus laten we eerst maar eens zien hoe ver ze kan komen. En ik denk dat ze zelf ook zo denkt: een beetje de, de stemming dimmen, de druk een beetje van zich af laten glijden en gewoon lekker gaan spelen.